Hallo mensen, welkom terug. We zijn bij Radio Stanvaste en we zijn hier ook namens Kult Noord. Mijn naam is Naomi Tuininga en ik heb weer een nieuwe gast naast mij zitten. Want we spreken vandaag en morgen met verschillende politici omdat de verkiezingen eraan komen. En nu zit Veet Bruining naast mij. Hallo Veet. Hi. Leuk dat je er bent. Hé, hey, jij bent van de partij Nieuw Sociaal Contract, toch? Klopt. Oké, okay, en dat is een nieuwe partij of niet? Ja, een hele nieuwe partij inderdaad. Oké. Okay. Ja. Um, hoe is dat gegaan? Hoe is die partij ontstaan? Weet je dat een beetje? Nou ja, um, hij is natuurlijk ontstaan door Pieter Omzicht. Pieter Omzicht heeft natuurlijk een tijdje alleen in de Kamer gewerkt. Dat ja. viel hem best wel zwaar. Uh, hij moest opkomen voor de mensen, de stem zijn. En uiteindelijk heeft hij dus heel lang nagedacht over het feit of hij een eigen partij zou opstarten. Ja, uiteindelijk was hij daar gelukkig uit. Mm -hmm. En toen dacht hij nog: ja, er zullen niet zoveel mensen solliciteren. Dat komt vast wel goed. Ik ga het nog moeilijk krijgen om mensen uit te kiezen. En bam, toen waren er ineens 2400 zoveel sollicitaties. Bizar. Waaronder ik dus ook. Ja. Ja. Wow, dan zijn okay. er uiteindelijk 190 of 196 mensen op het eerste gesprek geweest. Mm -hmm. Daarna bleven er nog een stuk of 90 over voor het tweede gesprek. En uiteindelijk zijn we toen op kandidatenweekend geweest met 66 mensen het klinkt heel gezellig, kandidatenweekend. Nou, het was uh, gezellig, maar ook heel spannend. Het ja. was echt heel spannend, want je kreeg een soort uh, test natuurlijk van hoe, uh, hoe werk je samen? Ja. Wat is je kennis? Kan je ook gewoon even, zeg maar, fallback in plaats van dat je altijd op de voorgrond bent? Ja. Dus eigenlijk een soort testweekend. Are okay. you fit? Cool. En waarom ging jij solliciteren daar? Zat je al in de politiek? Of... Helemaal niet gewoon. Oh, oké. Okay. Ja, helemaal niet. Nee, ik zat niet in de politiek. Waarom ben ik de politiek ingegaan? Dat is eigenlijk door toeslagenschandaal. Mm -hmm. Ik ben zelf slachtoffer van het toeslagenschandaal. En wat je daarin merkt, is eigenlijk dat je dus um, door een situatie heen gaat waar het systeem niet voor je is, maar tegen je. Ja. En dat het heel lastig is om er dan uit te komen. En dat eigenlijk niemand naar je luistert. Dus je geeft het wel aan dat er iets niet klopt, maar er wordt gewoon niet geluisterd. Ja. Ook zo weer met dat ze het willen herstellen. Zij willen het op hun manier herstellen en ja. niet de manier van de mensen om wie het gaat. Dus die stem, continu gaat die stem verloren. En dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste waarom ik de politiek in ben gegaan. Ik wil die stem kunnen waarborgen. Ja, precies. En ook een beetje misschien het voor- en door-ons idee. Weet je wel, dat niet het wordt gesproken over uh, mensen in plaats van die mensen zelf aan het woord te laten. Zeker. Maar ook dat eigenlijk mensen in Nederland gewoon kunnen zien: van... hé, hey, zij lijkt op mij. En hé, hey, zij heeft hetzelfde als mij meegemaakt. Dus zij weet waar ik doorheen ben gegaan. Ja. Dat vind ik precies. heel belangrijk. Ja. En waarom dan deze partij? Wat zijn de idealen van de partij die ook bij jou passen? Ja, sowieso Pieter zich de manier waarop hij staat in het leven en hoe hij zich inzet voor mensen die dus geen stem hebben, wie een stem niet gehoord wordt en voor de mensen die het moeilijk hebben. Mm -hmm. uh, en de grondbeginselen bestaan zekerheid en goed bestuur. Want mm -hmm. dat zie je dus in al die schandalen die er zijn geweest. Toeslagen schandaal, Groninger gas schandaal. Dat eigenlijk de overheid ons verplicht om ons aan alle regels te houden. En als je dat niet doet, dan zijn er gevolgen, maar zelf houden ze zich niet aan de regels. Ja, precies. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik zit even te denken. Ik zat toevallig vandaag op YouTube een video te kijken waarin ze alle partijen gingen uitleggen. Heb je die video gezien? Nee. Nee? Oké, okay, dat is misschien heel nice voor de mensen die ook luisteren. Er is dus een video op YouTube van volgens mij NOS. En ze leggen daar alle partijen uit op een bepaalde ja. manier. Ik vond het wel een hele interessante video. En toen zag ik dus ook Nieuw Sociaal Contract. En toen. Was er iets waar ik over struikelde? Um, dat was de manier waarop jullie partij kijkt naar uh, kinderopvang. En of je dat wel of niet zou vergoeden. Ben je daar een beetje in thuis? Weet je daar iets van? Heb je daar een mening over? Ik heb er niet echt een mening over. Ik weet wel ja. wat het partijstandpunt is natuurlijk. Die wil graag dat het niet gratis wordt gemaakt. Ja. In de zin van dat als je het gratis maakt, dan los je niet het probleem mee op. Ja. Als je het gratis maakt, heb je meer krachten nodig. Mensen raken misschien gedemotiveerd, kunnen ja. daar niet meer werken. Dus ik weet wel dat er een diepere laag in ligt. Ja, omdat okay. dat dan niet zo zou moeten zijn. Ja, precies. En voor jezelf individueel heb je er niet heel erg een mening over, maar je gaat mee ja, met de vertegenwoordiger. Ja, oké. Okay. Hey, op welk nummer sta jij op de lijst? Ik sta op nummer 18. Nummer 18. Oh. Dus als we nu naar de peilingen kijken, ga je gewoon die kamer in. Dat zou je zeggen als je naar de peilingen ja. kijkt. In Nederland kan je wel eens verbazen. Dus we moeten ja. alle debatten nog afwachten. Precies. De zwevende kiezers. Het verkiezingsprogramma is natuurlijk net uit. Ja. Daar vindt men ook het zijnde van wat ik begrijp. Dus het blijft spannend. Ja, precies. Oké. Okay. En als je toch echt die kamer ingaat, wat ga jij doen? Goeie vraag. Ja. Die vraag krijg ik ook nog <laughs> weer gesteld. Het is niet zozeer wat ik ga doen. Wat ja. gaan wij doen als partij eigenlijk ja. in gezamenlijkheid. Is echt gewoon zorgen dat er een nieuwe bestuurscultuur komt. En dat de politiek ook echt die, fris, dat die frisse wind gaat waaien. Mm -hmm. Waar nu ruimte voor is. Dus dat goed bestuur. Dat de mens centraal staat. Dat het voor en door mensen is. Mm -hmm. Ik bedoel als je in de politiek zit. Ben je dienend aan de mensen die jou kiezen. Hè? Yeah. Dat vergeten we vaak. De overheid vergeet dat vaak. Wij zijn dienend aan de burgers van het land. Mm -hmm. En dat is toch echt wat je terug wil brengen. Ja, precies. En ook echt op de inhoud zitten. Dat, we hebben een lijst met 44 kandidaten waar enorm veel expertise in zit. Mm -hmm. Dus dat is ook wel belangrijk dat je op de inhoud zit en dat het niet geen hanengevecht is van: ja, maar ik vind dit, jij vindt dat. Nee, echt op de inhoud ja, waar het om gaat. Ja. En uh, als we het hebben over voor en door. Hoeveel diversiteit is er in jullie partij? <laughs> ik dan zie is je laat ja, ja. komen. We zitten bij Radio Stranvaste, als ik het Zeker. goed heb, zit hier een vrouw van kleur tegenover me. Dus Zeker. ik vind het wel interessant ja. Ja, er zitten nog twee andere vrouwen van kleur. En dan mm -hmm. kunnen we de discussie aangaan: van is dat genoeg, is dat te weinig? Mm -hmm. Maar ik denk het feit dat we daar al zitten, is voldoende. En het feit dat wij, uh, zeg maar, uh, representeren wie we zijn, ja. en dat waarborgen en onze cultuur daarin meenemen, ik denk dat dat al een stap vooruit is. Ja, nice. Oké. Okay. Wat zijn echt jouw onderwerpen waar jij het meeste mee bezighoudt? Nu, sowieso ja, jeugdzorg en de toeslagenaffaire uiteraard. Kijk, ja, ik weet niet welke portefeuille ik toebedeeld krijg nee. als, als we worden gekozen, maar ik zet me nu vooral in voor de toeslagenaffaire, mm. de oplossingen daarvan en dat ze mm. ons erbij moeten betrekken, de mensen om wie het gaat. En in jeugdzorg eigenlijk precies hetzelfde. Je ziet echt een cyclus in het overheidshandelen. Mm -hmm. Dat ze beslissen voor de mensen om wie het gaat en dat ze dingen bedenken, maar vervolgens het niet aan de praktijk toetsen en in de praktijk dus er van alles misgaat. En als ze dat signaal terugkrijgen, dan duurt het drie tot vijf jaar voordat ze er iets aan doen. Dan ben je eigenlijk alweer te laat. Ja, precies. Hey, en in hoeverre heb jij um, ervaring eigenlijk om deze functie te bekleden? Dan heb ik het niet over hoe lang zit je in de politiek, maar uh, hoe kan jij mensen vertegenwoordigen? Ik denk dat je dat alleen maar samen met de mensen kan. Dus door yeah. in diep contact en dichtbij contact met de mensen te blijven om wie het gaat. En vooral niet te vergeten dat jij ook een van die mensen bent. Mm -hmm. Dat moet je niet veranderen als je de Tweede Kamer ingaat. Je moet nog steeds jezelf zijn. Ja, precies. Dat is wel een goede. En ik, ik vind dat zo moeilijk, want je ziet vaak politici op tv, en het lijkt gewoon alsof ze heel ander soort mensen opeens zijn. En daardoor is het ook zo makkelijk om van alles over die mensen te kunnen zeggen. Weet je wel, uh, hoe kijk jij naar hoe. Ja, wij praten over politici. Ik denk dat we op een gegeven moment ook uh, de politici van de mens moeten scheiden. Dus er zitten mm. mensen en er zitten politici. En politici hebben een taak. En of ze die goed of niet goed uitvoeren. Dat is dan waar we commentaar op hebben. Ja. Maar misschien niet op de persoon zelf. Want we weten niet waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Ja. Dus dat is best wel lastig als je dan inderdaad het op de persoon afspeelt. Mm -hmm. In plaats van het probleem wat ze wel of niet proberen op te lossen. Ja, precies. Ja. Mooi, goed. Denk jij dat de ontzicht minister-president gaat worden? Ik zou het niet weten. Ja, je zou je het willen? Ik vind hem wel een geschikte ja? kandidaat ervoor, zeker. Maar dat is ja. echt zijn eigen keuze. Ja, tuurlijk, tuurlijk, dat is ook zo. En zou jij ook zelf graag in de coalitie willen zitten en dus echt meeregeren met de partij samen? Hè? Ja, zeker. Is dat, een, ja. is dat echt een doel? Voor mm. jou persoonlijk of voor de partij misschien? Van hé, hey, wij gaan nu regeren. Je wil graag wel regeren, want je wil ja. die verandering brengen. Dus dat, eigenlijk als je die vraag stelt, is het sowieso 100% dat je dat wil doen. Okay. Alleen je weet niet wat Nederland gaat doen. Dus het is een doel, het is een streven. Maar je bent nog steeds afhankelijk van de mensen die kiezen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen op 22 november naar de stembus gaat. Sowieso, iedereen allemaal stemmen. Ja, ja. sowieso. Oké, okay, cool. Uh, als we een beetje de actualiteit induiken. Ik zeg heel vaak, de wereld staat in de fik. Um... Dat is misschien mijn eigen perspectief. Hè? Mm. Uh, en een van de dingen waar ik me nu het meest mee bezighoud is wat er in Palestina gebeurt. Ja. Hoe kijkt de partij daarnaar? Ja, ik ben niet de expert op dat gebied. We hebben dat één expert okay. op dat gebied. En mm. um, ja, persoonlijk vind ik het een hele schrijnende situatie. Mm -hmm. Maar qua partijstandpunten laat ik mij dan daar niet over uit. En laat ik dat over aan de expert die daarover gaat. Oké, okay, politiek correct antwoord. <laughs> en als individu, als mens zijnde? Als mens zijnde grijpt het je aan, uiteraard. Ja. Je kan je ogen er niet voor sluiten. Ja. En tegelijkertijd, dat is mijn persoonlijke benadering natuurlijk van het feit of van de feiten die daar gebeuren. Ja, ja. precies. Maar ja, goed, daar kan je misschien nu ook niet helemaal persoonlijk over uitlaten, omdat je ook uh, in een partij zit. Ja. Oké. Okay. Dat is ook een stukje politiek, uiteraard. Dat is hè? ook een stukje politiek. Zeker waar, zeker waar. Um... Even denken, een andere vraag. Um, ik vroeg net iets over diversiteit en representatie. Weet je wel? Mm. Het gaat we natuurlijk over kleur, maar er zijn heel veel verschillende vormen daarvan. Zeker. Wat doet jullie partij als je dat weet voor queer mensen? Je gaat <laughs> echt <erg> goed <laughs> Ja, ik goed voorbereid. Maar je mag, je mag altijd zeggen: van, uh, Nou, dat is niet mijn portefeuille. Dat is niet waar ik me mee bezig ga. Nee, maar ook That's dat fine. standpunt is nog niet helemaal uitgewerkt binnen de partij. Dus ook iets waar ik me nog niet over uit kan ja. laten. Ja. Kunnen we uh, verwachten dat die standpunten uit worden gewerkt voordat we met z'n allen de stembus ingaan? Denk jij? Ik denk het wel. Alleen okay. natuurlijk met de snelheid waarmee de partij is opgestart. Like ja. Het was de Flash. Ik kon een beetje die serie kent, maar zo snel ging het echt. Het ja. is gewoon heel veel werk. Dus dan moet je je ook richten soms op de grote punten waar je sowieso je um, partij op gefundamenteerd hebt. Dus ja. bestaanszekerheid, goed bestuur. Ja. Uh, natuurlijk ook migratie, het voorliggende probleem waar het vorige kabinet over is mm. gevallen natuurlijk. En, en die dingen. Wat is dan het standpunt als het gaat om migratie? Het standpunt uh, op migratie is ook weer niet mijn expertise, maar ik vind er ja. wel een beetje ja, okay. van. Dat heeft te maken met dat we eigenlijk het migratiesaldo naar beneden moeten halen. Uh, mm -hmm. Op jaarlijkse basis. En dat heeft dan verschillende, uh, verschillende oorzaken en verschillende gevolgen. Ja. Ja. Dus eigenlijk plat gezegd minder mensen Nederland in? Als je het plat zou zeggen, zo wel. Maar ja. alleen er zit natuurlijk een hele beredenering achter. En het is, ja, het is belangrijk zender. om die beredenering daarin mee te nemen voordat we platgeslagen zinnen, de wereld helpen. Uh. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. <laughs> Oké, okay, goed. Is er nog iets wat je graag zou willen zeggen? Nou ja, wat ik graag tegen iedereen zou willen zeggen is, ga sowieso 22 november naar de stembus. Ja. Je denkt dat het niet uitmaakt dat je niet stemt. Of dat je denkt ik heb toch geen vertrouwen in de overheid. Maar echt, wij hebben de troef in handen, dat papiertje, dat stembiljet, kan het verschil maken. En als jij de komende vier jaar wil dat het er een beetje eruit gaat zien. Zoals je zou willen in je hoofd. Ga dan vooral naar die stembus. Want als je dan niet gaat en dan gaat klagen, ja, dan heb je wel een kans gemist. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ga sowieso gewoon stemmen. Dat is altijd de conclusie, denk ik. Het is ja. ontzettend belangrijk. Dankjewel, Veet, voor dit He, hele dank. snelle, korte <laughs> ja. interview. Ik had heel graag nog meer met je willen kletsen. Um, ik denk dat er genoeg is om te zeggen. En ik wens je heel veel succes deze dankjewel. aankomende weken nog. Yes, dankjewel. Dus dankjewel voor het komen. Yes, dankjewel. En dankjewel voor het luisteren.